Dit programma wordt u aangeboden door Mediamarkt Groningen. Herenstraat helemaal vandaag met Martin de Vries. Hij is bestuurslid technische zaken van de enige echte Donar, Club Donar. Wat is de beste basketballer waar je ooit mee hebt gespeeld? Ik denk dat ik het weet, maar... David Lawrence. Oh, jij zegt David Lawrence. Ik had gedacht Mike Vreeswijk. Daar heb ik niet mee gespeeld. Nee, precies. Bernard Day. Ja, was ook heel goed. Ja, die was ook goed. Maar David Lawrence was de beste. Ja. En Morris Shelvin. Ja, heb ik ook niet mee nee, gespeeld. Maar wel een goeie, hè? Ook een goeie. Oh, mooi zelf, een fantastische basketballer. En heb je natuurlijk die andere twee jongens onder Tom Boat. Toen ze die aan allebei dezelfde voornaam. Travis Reed en Travis Young. Ja, Travis Young was beter, hè? Ik vond Jimmy Moore ook ontzettend goed. Jimmy Moore was ook goed. Ja. En Travis Young, Travis Reed. Oh, geweldige tijd, hè? Ja, klopt. Ik heb nog zo'n t-shirt, Henk, hè? Want ik ging toen wel met Boat om. Boat belde mij oordeel. Dan zegt hij mij, Piet, ik nog verwaasd. Wil jij wel mee naar die uitreiking van dat boek van mij? Ben ik mee geweest? Nou, wat een eer. Wij samen in die auto naar die boekenpresentatie van hem. En het stonk in die auto naar sigaretten. Ja, oh, ja. Geweldige coach, hè? Ja, absoluut. Hé, hey, Donar in Europa. Het is nou het beste. Hoezo? Ben je tevreden? We hebben 4 gespeeld, waarvan 3 uit. Ja. 2 gewonnen, 2 verloren. Ja. Dat vind ik niet slecht. Dat is inderdaad voor Europa niet slecht. Precies. Maar ik heb 2 wedstrijden gezien, die waren natuurlijk met alle mensen. Ook met hele slechte commentatoren. Maar dit even terzijde. Maar je was niet in de zaal? Nee, ik was niet in de zaal. Oh. Ik keek vanaf de bank op Ziggo. Oké. Op Ziggo. Ja, en weet je wat ze ook op was? Op podium of zo. Ja. Podium? Ja, dat kan wel. En dan jullie verloren die... De ene wedstrijd die ik gezien heb, verloren jullie op 1 punt. Ja. Dat was in een beetje tegen Frankrijk aan. Ja, dat was dit seizoen. Ja. Nee, dit seizoen, de eerste 2 wedstrijden thuis, hebben wij allebei verloren. Ja. Maar dat was uit en thuis. Ja. En hebben we beide gewonnen. Dus toen gingen we in beide gevallen gingen we door. Ja. Ja. Dus dat was een thuiswedstrijd, die verloren we wel, maar dat was niet heel erg, want we hebben het rechtgezet. Hé, hey, maar Martin, nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel die ene wedstrijd die ik gezien heb, die was niet thuis, die was uit. Oh, in Leeuwarden? Nee, die was Europees. Europees? Ja, die verloren jullie in België. Ja. Met 1 punt. Dat was Antwerpen. Dat was Antwerpen. Ja. En daarna verloren jullie kansloos. Dat was vorige week in La Portelle in Frankrijk. Ja. Ja. Toen zijn jullie wel echt met de neus op de feiten gedrukt. Ja, maar goed. Dat is een Europese uitwedstrijd tegen een Franse subtopper. Ja. Ja, die kan je verliezen. Ja. Die kan je verliezen. En toen spelen we inderdaad heel slecht. Hey, ik heb jou genoemd. Je bent nu bestuurslid technische zaken van Donar. Gelukkig Donar. Hoef verder ook niks meer te zeggen. Het is gewoon Donar. Maar daar eerder was jij natuurlijk een gewaardeerd groot speler. Hè? Want jij wordt nog steeds genoemd Mr. Donar. Hè? Ja, dat klopt. daar heeft ooit iemand mij genoemd. Ja. Nou, ik vind eigenlijk zelf dat Renzo Zwiers, mijn grote voorbeeld, uit de jaren 70. Ja, Renzo Zwiers. Dat is voor mij de echte Mr. Donar. Ja, hè? En ooit heeft iemand mij... gebombardeerd op Mr. Donar, nou prima. Ja. Maar ik hoop dus dat er nog eens een keer een volgende Mr. Donar komt. Echt? Ja, ik vind het een soort doorgeef, een soort estafette. Stop. Ja, een jongen die gewoon echt uit de stad komt, echte Groninger, die hier altijd heeft gespeeld. Hè? Maar jij bent hoe het ook weer een keer een echte Oosterpoorter. Zeker. Altijd in Oosterpoort, bijna altijd in Oosterpoort gewoond. Klopt. Hè? Ja, zeker. Dus jij noemt nou Renzo Zwiers. Nou, de echte basketbaladepten, die weten nog allemaal over wie jij het hebt. Maar er zou eigenlijk nog een opvolger voor jou moeten zijn straks. Ja, het punt is alleen, als je nu heel goed bent, dan speel je hier niet zo lang. Dan ga je naar het buitenland, of je gaat naar Amerika of naar Spanje, weet je. Ja. En dat is een beetje het punt nu. Vroeger was dat heel anders. Dan studeerde je en dan basketbalde je en dan bleef je hier gewoon. Ja. En dat was toen eigenlijk normaal. En als je nu kan je echt professioneel basketballer worden en eigenlijk de wijde wereld ingaan. Dat was toen niet echt mogelijk, dat was een hoge uitzondering. Ja. En dan moest je al echt NBA-niveau zijn. Nou, de meeste jongens uit die tijd, 70, jaren 70, jaren 80,
Je had allemaal een studie of hadden hun werk en die basketbal erbij. Van de golf van mij natuurlijk ook. Ja, jij bleef hier gewoon. Ja. Toch? Ja. Ik heb 3 jaar niet bij Dona gespeeld. Nee. In de jaren 80, want toen speelden ze geen Eredivisie. Dus toen heb ik 1 jaar Orkaans op Urk gespeeld en 2 jaar Haaksbergen. En toen ben ik daarna weer teruggekomen. 1 jaar Urk, ja, Orkaans, ja. Ik herinner me nog. Ja. Orkaans, ja. En Haaksbergen. Ja. Ook goeie, die had ook sponsor. Er kwam nog iets vooraan, hè? Haatrans Haaksbergen. Ja, mooi man. Hey, nu wat je nu doet, hè? Dat bestuurslid technische zaken. Dat is, hoe je het ook bent of keert, Henk. Ik zei het, hè? Hoe je het ook bent of keert. Het is een verantwoordelijke functie, want jij bent natuurlijk wel verantwoordelijk voor de spelers, voor het team. Ja. Ja, dat klopt. Nou ja, ik voel me daar ook verantwoordelijk voor en ik wil ook graag dat we zo goed mogelijk presteren, dat we prijzen winnen, dat we ons ontwikkelen, dat we beter worden. Ja. Nou, dat heb ik eigenlijk de laatste, dat is nu bijna 6 jaar doe ik het. En dat heb ik de afgelopen 6 jaar steeds geprobeerd. Ja. En dat ging af en toe met ups en downs. Maar ook wel eens heel goed. Maar we hebben een hoop prijzen gewonnen de afgelopen 5, 6 jaar. Ja, mag je wel weten, hè? Ja. We zijn op de goede weg. Ja, dat was. Oh, ik herinner me ook, ik ben die naam van die man kwijt. Maar dat gebeurt soms, hè? Dan komt er een speler hier naartoe en dan blijkt hij helemaal niet te passen. En dan moet hij weer weg. Laatst was ook nog iemand. Heel snel moet hij dan alweer weg. Ja, maar als je dat niet doet, kijk, je kijkt altijd hoe een mix functioneert. Ja, hè? Ja. Je hebt spelers die op papier heel goed zijn, dan haal je ze hierheen en dan blijkt dat het niet functioneert in de groep, zeg maar, in de mix die je hier hebt. Ja. Nou, dan kan je 2 dingen doen, of je laat het doorsudderen, nou, dan wordt het niks. Hè? Dat hele seizoen is dan eigenlijk verpest. Of je moet ingrijpen en je moet proberen om het om te keren. En wie doet dat dan? Wie grijpt dan in? Jij? Ja, tuurlijk. Samen met de coach. Nou, dat is mijn functie. Ja, dat is daarvoor zit ik dan. Ja, maar jij bent toch de baas van de coach? Ja, als je het zo strikt wil zeggen, ja. Ja. Nou, ja, goed, ik vind meer dat het naast elkaar dingen doen, maar uiteindelijk moet ik knopen doorhakken, dat klopt. Ik weet wat toen deze coach hier nu zit, dat toen hij begon, had iedereen toch zijn twijfels. Ja. En nu zie je dat hij het heel goed doet. Maar zoals elk seizoen hebben we dit seizoen ook weer, en dan hadden we het vorig jaar, 2 jaar geleden, we hebben eigenlijk de afgelopen 5 jaar steeds gehad. In het begin hebben we het steeds lastig. Ja. We hebben last van blessures. Het team moet nog een beetje in vorm komen, ja. Er moet nog een beetje chemistry ontstaan. En hebben we elk jaar gehad, dat in het begin hebben we wat lastige periodes gehad. Ja. Ook dit seizoen weer. En steeds in de loop van het seizoen, vanaf december, januari, ging het lopen en kregen we resultaat. Ja. Ja, en nu hebben we eigenlijk tot nu toe best wel redelijk gedaan. We staan nu 2e in de competitie. 1 wedstrijd verloren en we hebben alle kansen om een 2e ronde Europa uit te halen. Nou, dus ik ben eigenlijk wel tevreden tot nu toe. Maar kunnen wij nu al zeggen hier, hè? Alweer meer dan de helft van de Herenstraat afgelegd, kunnen wij nu al met z'n 2 hier gewoon zeggen dat Dona toch weer met 2 vingers in de neus kampioen wordt? Nee. Nee? Is de concurrentie groter dan vorig jaar? Ja, ik vind de tegenstanders zijn beter. Gewoon Leiden is beter, Den Bosch is beter. Ja. Nou, Zwolle is altijd een stabiel team. Hebben jullie laatst weer, toch wel weer van gewonnen? Ja, maar ook een keer van verloren. Ja. Dus dat zijn teams, daar kan je niet zomaar van winnen. Dan moet je echt goed zijn. Moet je goed wedstrijd spelen. Nou, ik denk dat het kan. Maar het wordt natuurlijk niet makkelijk. Hey, nou was je aan speler, jij eet en zoals je dat zou zeggen, jij eet en drinkt basketbal. Is dat ook in deze functie zo? Ben je er eigenlijk nog elke dag mee bezig? Ja, ik ben er niet de hele dag of zo mee bezig, maar ik ben er wel dagelijks mee bezig. Maar het is wel jouw leven nog steeds, Martin. Ja, nou ja, er zijn... Absoluut. Ik ben er dagelijks mee bezig en er zijn elke dag wat dingetjes die eventjes even checkt of die geregeld moeten worden. Zeker met Europa erbij hebben we wat extra dingen natuurlijk, organisatorische dingen, daar werk ik ook mee. Al dat soort zaken, dat moet allemaal goed geregeld zijn. Dus je hebt elke dag wel iets. Wat, jij gaat ook mee, hè? Jij gaat ook mee naar de uitwedstrijd. Ja, ik ga altijd mee met de uitwedstrijd. Ja. Ja. En bestuurlijk, hoe is het op dit moment bij Dona, bestuurlijk gezien? Nou, we hebben een bestuur nu van 5 mensen die allemaal in hun eigen vakgebied, vind ik, erg goed zijn. En iedereen doet zijn eigen dingetje heel erg goed en we werken op een hele prettige manier met elkaar samen. Ja. Dus het enige probleem wat we hebben is dat heel veel dingen nog wel eens blijven liggen, omdat we er gewoon domweg de tijd niet voor hebben. Dus we groeien, de organisatie groeit, de club groeit. En wij moeten eigenlijk steeds meer doen, dus we zijn wel op zoek naar iets, zeg maar, hoe we dat gaan oplossen.
dat we wat, misschien wat meer handen erbij krijgen, dat soort dingen. Maar dat zou heel nuttig zijn. Maar zo'n team, hè? Zo'n Dona van nu, hè? Jullie, daar streven jullie natuurlijk ook naar. Ook nog steeds meer, nog steeds progressie. Het moet nog steeds, steeds beter worden. Maar als ik dat zo bekijk, hè, wij zijn natuurlijk met afstand de basketbalstad van Nederland, hè, daar kan niemand tegenaan. Ook al gezien het toeschouwersaantal, daar zijn wij zoveel hoger dan de doorsnee. Maar is het mogelijk om elk jaar toch maar weer progressie te kweken in het team zelf? Dat het steeds maar beter wordt? Je weet nu, progressie zit en ontwikkeling zit hem vaak niet in de rechte lijn. Dat gaat nog wel eens met ups en downs. Ja. Dat hebben we de laatste jaren ook gezien. Alleen ik denk dat we nog steeds in een opgaande lijn zitten. En dat zal nooit echt altijd alleen Hosanna zijn. Het zal ook wel eens een mindere periode zijn. Maar ik denk dat we nog steeds groeien. Ja. En dat we als organisatie, als club en als team nog steeds beter kunnen worden. Dat die ontwikkeling de komende jaren nog door kan gaan. En heb je 25 jaar gewacht dat jij de Herenstraat helemaal mocht lopen? Ja. Maar Henk, 25, ja. Weet je het nog? Hij staat altijd wel in de koker, maar kwam er eigenlijk nooit uit, hè? Ja. En nu heeft hij het dan toch gedaan. Eindelijk is het gelukt. Ja, nee, maar zo is het wel. Het is echt waar. Die coach van jullie, Erik Braal, hè? Heet je hem wel? Ja. B-A-R-A-L. Jij kiest in de camera twee coaches, Erik Braal of Tomboot. Erik kiezen, hè? Niks met die Braal te maken. Ik heb mijn toolwoon nooit gewerkt. Nee, ik kies gewoon Erik Braal. Nou, dan kies je uit Erik Braal of Glenn Pinas. Erik Braal. Ook zo. Die kan nog. Dankjewel, Martin. Oké, Piet. Martin de Vries. Ja, Dona. Ja, het blijft natuurlijk een stuk cultuur van Groningen. Waar elke wedstrijd toch weer heel veel mensen naartoe gaan.